Zometeen zijn deze mannen te gast, trouwens ook een dame garçon. Debiel, ze komen hun nieuwste album onderrekeningsvatbaar voorstellen. Maar eerst gaan we eens kijken naar hun allernieuwste clip. Wat is succes? Garçon Debiel, wat is succes? En ze zijn trouwens allemaal uit hun bed geraakt. Welkom. Zeg, spreek je dat eigenlijk goed uit? Wat is succes? Of hoe spreek je het? Succes? Gewoon. Dat is dat. Dat is gewoon trust, trust. Maar het eetje komt voor de S. In plaats van. Dat moeten weten, gaat het mee op Nederlands dictée. Oké, laten we het daar nu even niet over hebben. Zeg, jullie hebben waarschijnlijk de vraag 1000 keer moeten beantwoorden, maar hoe zijn jullie op de naam Garçon Debiel gekomen? De naam Garçon Debiel komt eigenlijk van een waar gebeurd verhaal waarin een. Een Rudy, die vroeg de rekening in een restaurant met de Franse ober. En hij zei tegen die man, Garçon Debiel, please. Hij is eigenlijk zo debiel dat wij dat gebruikt hebben. Nee. Gewoon als anekdote. Als anekdote, ja. Zo, het is niet gewoon dat we debiel zijn, hè, pas op. Nee, maar vroeger waren het echt allemaal garçons, maar sinds kort is er ook een dame bijgekomen. We kennen jou nog van Be Toxic trouwens, mensen thuis. Moet de naam niet veranderen van de groep? Nee, ze mogen dat houden zo. Ik zou niet weten wat ik in de plaats moet verzinnen daarvoor. Dus. Ik weet niet, misschien moet er toch iets aangepast worden. Wow, ze voelden er de goed bij ook. Hoe lang zit je al daar? Goh, een drietal maanden. Ja, een drietal maanden ongeveer sinds Belfort trok in Aals. Zeg, wat is succes? Is een nieuwe single, maar dat is samen met? Onze vriend Raf Koppes. Hoe heb je dat in godsnaam geflikt? Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Nee, dus eigenlijk vrij simpel. Raf Koppes had al een paar nummers van ons gehoord. Mm-hmm. Zoals Pedofiele Pastor. En dat stond hem nee aan, omdat we zo alles een beetje zeggen zonder blad voor de mond. En we kwamen hem ergens tegen op een optreden. Mm-hmm. Gewoon de vraag gesteld, Raf, gaan we samen een keer iets doen? Gewoon gezegd? Ja, ik ken jullie, ik zie dat wel zitten. En Raf Koppes is niet de enige die jullie gestrikt hebben op jullie nieuwste album, Ontoerekeningsvatbaar. Want er staan nog een paar bekende namen op, hè? Ja, Axel Peleman en Jan de Wilde. Hey Axel, kom een keer meedoen op ons album. Die kwamen we tegen op festival, zoals we speelden. En toen deden we zo een stukje freestyle in zijn show met Camden. Gewoon. En zo is dat allemaal al wat begonnen. En toen hebben we gemaild en gebeld. En eigenlijk nog een veel grotere naam ook. Defpy vind ik, dat is de grootmeester van de Nederhop. En dat was het nummer Ondergronds, dat is een van de weinige nummers in het AN. En hij zag dat ook wel zitten om erop mee te doen. Ja, hij had een fantastisch stuk liggen, zei hij. Ja, dat is vrije goed. En zijn jullie een beetje trots over? Ah, ik ben er heel trots op. Ja, maar ik zie het. Het gaat Ik glunder, ik straal dagenlang. Ja, maar ik zie het. Zeg, jullie hebben een hele winkel meegebracht. Ja. Jullie zingen zowel in het Ulsters als in het AN, hè? Het Vlaams, om het zo te zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Nee? Het Vlaams en het Ulsters, van waar de combinatie? Gewoon voor de afwisseling en voor de verstaanbaarheid zeker een beetje. Ja. Als je niet van de West-Vlaanderen of van Antwerpen zet, moet je maar een tussen-Vlaams zingen, hè? Anders verstaan ze niet. Zeg, en het Aalsters, is dat om de stad te promoten? Of, Ja, wij zijn gewoon in Ulster geboren, dus het is het gemakkelijkste om een Ulsters klappen, hè? Ja, dat is wel een bepaald. Ja, we maken het ook allemaal uit. Op jullie website las ik dat jullie invloeden van metal, rock, disco en nog een aantal van die dingen niet schuwen. Staan jullie ook met glitterpakjes en zo op het podium? Nee, ik toch niet alleszins. Die man zou dat allemaal nog durven, maar ik niet. Zou je durven? Ik toch niet, zeg. Hey, was ik daar van mij? Nee. Anders volgende week mag je doen. Disco setje? Ja, het is goed, samen met u dan. Zeg, ja, okay. Maar ik doe dat graag de bed in. Zeg, mannen, we gaan wat prijzen van jullie weggeven. Allee, prijzen eigenlijk wat van die goodies. Vertel eens, Tony, wat hebben jullie meegebracht? Vrij simpel, hè. Dat is een sweater. Met het logo van Garçon Debiel op, nog van de CD Levensgevaar. Mocht dan een keer open doen? Absoluut. Ik ga maar een keer open. Voilà. T-shirt met het nieuwe Garçon Debiel logo. Mm-hmm. Ongelooflijk. Maak maar wel, Jan. Maak een reclame. En dan hebben wij hier nog de fantastische... Voilà, doe maar eens. Kijk, Garçon Debiel. Yes. Tegen regen, tegen de wind en ondertussen vliegen de CD's hier stalle kant. En ook een hele hoop albums. En ze kunnen die winnen. Wat moeten ze daarvoor doen? Weet jij dat? Dat is natuurlijk een vraag voor jou, een antwoord voor mij. Daarvoor moeten jullie mailen naar liverequest@gym.be en antwoorden op de volgende vraag. Noem drie bekende namen van featurings die meewerken aan dit album.
Het is dan moeilijk. Misschien kunnen ze surfen naar een website of zo waar ze even kunnen opzoeken. Ja, dat is dus www.garçondebil.be. Voilà, het is heel gemakkelijk. Zonder accenten of dingen. Hè. Geen accenten, geen gewone lettertjes. Geen accent, we gaan het niet te moeilijk maken. Die mannen zijn van Aast, geen accenten. Garçon Debil in twee woorden, maar aan elkaar voor de website. Ja, oké. Okay. Willen jullie t-shirts winnen? Vesten, wat is die allemaal? En natuurlijk het belangrijkste, het nieuwe album Ontoerekeningsvatbaar van Garçon Debil. Gewoon mailen naar liverequest@gym.be. Antwoorden op de vraag. Geef drie bekende namen. Kunnen Belgen zijn, het kan ook een Nederlander bij zitten die meewerkte aan dit album Ontoerekeningsvatbaar. Oké, mannen, bedankt voor te komen. En ik zeg altijd mannen, sorry trouwens. Hè. Dat is niks. Pim. Mannen en dames. maar niemand gaat er natuurlijk de studio uit voor ze een favoriete clip hebben gekozen. Hebben jullie een beetje kunnen overleggen? Ja, ik denk dat we... Ja, maar die is gekozen dat jullie niet hebben. dus, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Volgens mij is dat iets van Cypress Hill of ze wel de Beastie Boys. Maar ik weet zelf niet meer welke. Was het niet Insane in the Brain? Of, nee. Lowrider. Ik denk dat het van Cypress Hill is. Lowrider. Ja. Lowrider, oké. Okay. Dat goed voor jullie? Ja. Oké, okay, mannen, nog veel succes in de toekomst. En hopelijk horen we nog veel, maar ik ben er vast van overtuigd met zo'n namen en zo'n album. Garçon Debil, Ontoerekeningsvatbaar, ligt in de winkel. Yes. Voilà, gewoon kopen die handel of mailen naar liverequest@gym.be. Wij gaan kijken naar... Cypress Hill. Cypress Hill. Oké, okay, voilà. Bye.